De dienst vandaag wordt gesponsord door Jurgen's Kitchen, waar u terecht bent voor bollen, cake, snacks en meer. Voor bestellingen kunt u bellen of WhatsAppen op 8622520. Ook te volgen via Facebook Jurgen's Berliner Bollen. Goedemorgen beste vrienden, God zegent u en uw familie. Wij komen in uw huis binnen met de eredienst. En sommigen van jullie waren al aan het wachten, toch? Elke zondag, u volgt de eredienst. En sommigen van jullie waren misschien alleen de kanalen net zapen en u komt deze dienst tegen. Wacht, God wil met u praten en hij wil uw leven vandaag veranderen. Oké? Dan laten wij bidden. Jullie heeft uw water daar in uw hand. Sta op en hef uw flesje water of glasje water omhoog. En jullie had uw water nog niet voorbereid. Ga snel naar de keuken. Bereid uw water. Wij gaan bidden. Sluit uw ogen en zing dit liedje met mij mee. Heer onze God en almachtige Vader, wij komen in uw aanwezigheid, wij zijn in uw aanwezigheid en wij benaderen u op dit moment. Samen, mijn Vader, vragen wij u de genezing voor allen die ziek zijn. Deze mensen presenteren u het water, mijn Heer, en wij willen u vragen van dit water een heilig medicijn te maken om te genezen in ieder die ziek is, in ieder die pijnen heeft, in ieder die aan het lijden is aan een ziekte. En deze persoon heeft gehoord van de dokters dat hij moet ermee leren leven. Deze persoon is overal geweest, heeft rituelen laten verrichten en is nog niet genezen. Deze persoon ging wassen, maar die wassen nam de ziektes niet weg, de pijnen niet weg. Alleen uw kracht om deze persoon nu te raken. Alleen uw kracht om deze persoon nu te genezen. Dan genees deze persoon. Beste vriend, vraag God om u te genezen. En als u zelf niet ziek bent, maar wel iemand anders in uw familie, dan bid voor die persoon. Wie weet, deze persoon is daar naast u. U kunt de hand van deze persoon vasthouden. Of als uw familielid dat ziek is in een ziekenhuis ligt, dan bid voor die persoon. Mijn Heer, genees allen die ziek zijn en consacreer en zegen het water. Laat het toch een hemelse medicijnen zijn om te doen wat de medicijnen van deze wereld hebben niet kunnen doen. De genezing van deze mensen. Wij consacreren het water nu in de naam van Jezus en ieder die gelooft zegt amen. De Bijbel zegt, beste vriend, kijk je naar mij, je kunt je ogen openen. De Bijbel zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Drink van uw water en word nu genezen. Geloof, want alles is mogelijk voor wie gelooft. U heeft de gewijde olie gebruikt en u heeft wonderen in uw leven kunnen ervaren. En u heeft een grootste wonder meegemaakt. Ik neem aan dat was het grootste wonder dat u heeft gemaakt, ook de eerste toen u kwam in de kerk. Ja, pastor.
Ja, pastor. Het was een grote wonder voor mij, pastor. De doktoren hadden mij gezegd dat ik borstkanker heb, pastor. Maar ik geloofde niet. Ik zei, hoe kan ik borstkanker hebben? Dat kan niet. Maar pastor, ik begon pijnen te krijgen. Ben ik weer naar de dokter gegaan. Heb ik de operatie gedaan. Maar ik heb de chemo niet genomen. Dus ik even vraag. Dus alles was goed met u. U ging bij de dokter voor onderzoeken. Hoe was dat? Of had u pijn en u dacht, laat me naar de dokter gaan. Of je ging gewoon voor die check-up? Nee, pastor, ik ging prikkeltjes krijgen. Okay. Prikkeltjes krijgen en een brandend gevoel aan mijn rechterborst. Daar ben ik bij de dokter gegaan. Heeft de dokter me een onderzoek gedaan. En is blijken te komen dat ik borstkanker heb. En daarna heb ik de operatie gedaan. Dus u heeft gelijk de operatie gedaan? Ja, pastor, want de doktoren hadden gezegd, ik zou doodgaan. En dan, ik was bang geworden, heb ik de operatie gedaan. Maar daarna heb ik de chemokuur niet genomen. Pastor. Ik heb van de kerk gehoord, ben ik naar de kerk gekomen, heb ik mijn leven aan de Heer gegeven, pastor. Ik ben bij het altaar gekomen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. En ik heb de gewijde olie gehoord. Ik heb van de gewijde olie gehoord en daar heb ik die gebruikt. Ik heb de gewijde olie gebruikt en tot de dag vandaag, ik ben genezen. Dus je gebruikte om je lichaam te zalven, de operatie Ja, pastor, ik heb gezalfd, alles, ik heb op mijn tong gezet, ik ging ook een beetje op mijn tong zetten en op mijn lichaam ging ik ook zetten, pastor. En tot de dag vandaag ben ik genezen. Het gaat goed, pastor. Ik ben 7 jaar lang al geopereerd, pastor. Mijn gezondheid is goed, pastor. Goed met de dank van de Heer Jezus. Wat is de verandering dat u ziet door het gezegende water te gebruiken? Het wijwater. Maar ik heb geen water gezien. En vandaag nog heb ik water gezien. Want ik ben al 2 maanden bezig met mijn pols. Waar ik een slag had gehad. Ik was ook bezig met de dokter. Ik heb de dokter gevraagd, laat ik me sturen om een foto te maken. Want die spieren deden mijn pijn was opgesloten. Het was opgezwollen, ja. Ik kreeg bijna al drank in de tabletten. Het hielp me niet. Ik dacht elke avond dat ik pijn minder kon worden. Maar wanneer ik naar de kerk moet komen, kwamen ze met hevige gang. Zodat ik niet naar de kerk kon komen. Maar ik had altijd gezegd, wat dan ook met me gebeurt, moet ik naar de kerk komen. Want ik ga Jezus niet meer lossen. Amen. Je bent vandaag gekomen met pijn. Ja, want al die andere dagen had ik geen pijn meer. Dus dat verwondert me. Gisteren zijn ik bijna hier gekomen met een kanaal. Ik heb er een werkstuk gemaakt. Ik ben naar huis gegaan. Ik was de hele dag bezig. Nou, in de ochtenduren, laten we zeggen 4 uur in de ochtend, moest ik gaan plassen. Voelde ik alleen steken aan mijn pauw. Het deed me vreselijk pijn. Met een misdaad, ik kon bakken. Met een kiede dat ik deed. En tiende je boeit. Maar dan neem wat er gaat. Je boeit die deed. Tiende na laatste deed. Hoe die je gewoon niet bezig. Na mijn paus. Hoe die pijn niet zien. En met mijn afhankelijk voel. Gaan met mijn afhankelijk voel. Dat er wat. Gaan nog nooit die gedrag zijn bestaan. En hoe gaat het met u nu? Nee, ik heb geen pijn meer. Ik heb geen pijn meer. Ik kan niets doen. Kijk, ik kan niets doen. Ik kan niet eens dit doen. Helemaal. Amen. Mijn benen was opgezet. Ik had trombose benen. Ik moest eigenlijk mijn benen verliezen door de dokter. Want mijn benen was helemaal bloot en het was helemaal zwart van kleur. Ik kon echt niet lopen. Ik kon niets doen. Mijn kinderen moesten alles om me doen. En door deze situatie heb ik mijn geloof gebruikt. Wat is er gebeurd? Ik was helemaal genezen. Helemaal genezen. Dus die benen begonnen weer plat te worden? Helemaal plat te worden. Die kleuren was helemaal weggegaan. Ik was in iemand die sokken draagt. Door die zwaard van die benen. Maar dat moest ik niet meer dragen. En hoe gaat het? Het gaat helemaal goed nu. Helemaal goed? Benen, ja. Genezen. Vrij. Normaal lopen. Ik kan alles doen nu. Stop met lijden.
Namalusu. U hoeft niet meer te lijden. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Masa Jesus itaki, tate suku yofini. Als u uw deel doet, dan zal God zijn deel doen. Kom God zoeken in de universele kerk. Aki a universeel keiki, milei feti en milei gebruik mi bibi. A kerki opo aladei. Unu e wachti you. Beslis vandaag nog een stap te nemen richting God. Bezoek onze hoofdkerk aan het Neumannpad 26. Ook de filialen te Tourtonne, Copernicusstraat 155. Lelydorp, Indira Gandhiweg 490. Nieuw Nikeri, Durga Mall 7. Flora, Matanshooplaan 9. Kommewijnen, Pandit Moorliweg 786. Welgelegen, Antonstraat 26. Kwarasan, Wayamboweg 111. Latour, Koesewijnenstraat 47. Akaribo, Sir Winston Churchillweg 1411. Bel of app onze telefoonnummer 855-5519. Beste vrienden, God geneest, Hij bevrijdt. Ik wil tegen u zeggen, u bent van harte welkom in de Universele Kerk en u kunt de dienst komen volgen. Gewoon elke dag, de kerk is open voor uw genezing, voor uw familie, gebeden voor uw liefdesleven, voor uw financiële leven ook. Morgen bijvoorbeeld, maandag zullen wij bidden, heel sterk, voor de opening van de deuren die gesloten zijn. Gelooft u dat God deuren kan openen? Ik geloof van wel. Dan wij zullen bidden dat deze deuren geopend zullen worden. Oké? Dus alle day deze week kunt komen. De dag dat u best uitkomt. En u kunt deelnemen aan een van de diensten. Voor meer informatie, je kunt nu bellen 855-5519. Nou, wat ik wil met u praten vandaag is over het volgende gebed. Wij zullen nog een gebed doen in deze dienst vandaag. En dat is God vragen om uw verhaal te veranderen. Het verhaal van uw leven helemaal te veranderen. Helemaal. Alles te veranderen. Is dat mogelijk? Het is mogelijk. U heeft getuigenissen gezien. God, hij kan genezen, hij kan bevrijden, hij kan levens veranderen. Natuurlijk, de persoon dient zijn deel te doen. Je dient dat ook te begrijpen. Als u uw deel doet, dan zal God zijn deel ook doen in uw leven. Uw leven zal niet veranderen alleen door het werk van God. Alleen door het deel van God. Nee, uw deel is ook noodzakelijk, zodat God zijn deel zou verrichten. Is het duidelijk? En over verhaal veranderen. Wat betekent dat? Iedereen heeft een verhaal. Het verhaal van de persoon kan slecht beginnen. Afgelopen week lieten wij u zien van meneer Ivani, die zijn verhaal was slecht begonnen. Maar gaat niet, hoeft niet slecht af te lopen. Zijn leven is veranderd. Hij is getrouwd. Hij is een blije man vandaag. En hetzelfde wil God doen met u, beste vriend. Ja, God wil uw leven komen te veranderen. Alles veranderen in uw leven. Ik weet niet hoe uw verhaal is begonnen. Ik weet niet of u werd iemand bent die u groeide op met beide ouders. Of alleen met uw moeder, of alleen met uw vader. Of zonde bij de ouders. U groeide hier en daar en u had geen liefde. Sommige mensen zeggen, pastor, ik weet niet eens wie mijn vader is. Ik weet niet eens wie mijn moeder is. Ik had geen vader of ik had geen moeder. Pastor, ik weet niet wat liefde is. Toen ik opgroeide als kind zijnde, heb ik nooit liefde gehad. Ik moest vroeg beginnen met werken. Kon niet eens school afmaken, kon niet eens studeren, kon niet eens de kans krijgen. Leven was hard, altijd hard geweest voor mij.
Andere mensen zeggen, mijn verhaal, pastor, van kleins af en tot nu toe, ik werd alleen misbruikt door mensen. Ik werd alleen in de maling genomen door mensen. Ik werd alleen mishandeld door mensen. Nu ben ik een volwassen en mensen maken nog misbruik van mij. Ik ben een volwassen, ik ben zelf een moeder en ik krijg geen liefde, geen aandacht, geen waardering. Dat is uw verhaal geweest. Veel andere mensen, hun verhaal is een verhaal van ziekte, vloeken, van kleins af aan, tot nu toe. Ze waren ziek als kind en volwassen, ze zijn nog steeds ziek. Wat is de oplossing? De oplossing, beste vriend, is God de kans geven om uw leven te veranderen. En ik ga u precies uitleggen hoe dat te doen vandaag. Het kan vandaag het begin zijn van een nieuw leven voor u. Dan luister met aandacht. Lucas, hoofdstuk 23. En ik ga lezen vanaf vers 39. Laten wij begrijpen Gods woord. Als u heeft een Bijbel bij u daar. U kunt openen in Lucas 23, vers 39. De Bijbel zegt zo, een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide hem bestraffende, vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangt hebt. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding. Maar wat wij gedaan hebben, van wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus laten wij begrijpen, alsjeblieft. U weet, Jezus werd gekruisigd en naast hem twee misdadigers, twee dieven, twee slechte mannen. Eén zijn rechterhand en de andere zijn linkerhand. Dus Jezus in het kruis en deze mannen op een andere kruis naast hem. Eén van deze misdadigers, die was in het kruis, hij begon te lasteren tegen Jezus. Hij begon Jezus te beledigen. Hij begon met zijn ongeloof te praten. En hij zei, bent u niet de Christus? Bent u niet de Messias? Bent u niet de redder, de Zoon van God? Dan, red uzelf en red ons. En de andere, die hoorde dat, de andere misdadiger die ook gekruisigd werd, hij zei, man, je hebt geen vrees voor God. Niet eens nu dat je nabij de dood bent, vrees je God. Wij zijn hier gestraft, terecht. Wij hebben verkeerde dingen gedaan. Maar hij is heilig. Hij heeft nooit iets fouts gedaan. 42 zegt zo, en hij zeide, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wonderbaarlijk. Dus deze man die was een misdadiger. Die was niet iemand die ging naar de kerk, naar de tempel. Was niet een heilig persoon. Was niet iemand opgevoed met geloof, met religie. Dat niet. Maar hij erkende, ik ben een zondaar. Als ik deze straf krijg van het kruis van de dood, het is wel verdiend.
Maar Jezus heeft niets gedaan, niets fouts gedaan. Hij wordt onterecht gestraft. Heere Jezus, gedenk mijner wanneer u komt in uw koninkrijk. Zie dat op het laatste moment van zijn leven. Kon deze man zijn verhaal veranderen. Zie dat is wat ik u net zei, eerder zei. Het verhaal van de persoon kan slecht beginnen, heel slecht. Ik weet niet hoe uw jeugd was. Ik weet niet hoe uw opbrenging was als kind zijnde. Ik weet niet of u liefde heeft gekregen thuis of niet. Ik weet dat niet. Hoe zal ik weten? Maar ik weet dat zelfs een verhaal dat slecht is begonnen, kan goed aflopen. En ik weet, het hangt niet van God af. Het hangt van u af. Van uw keuze af. Weet je nog dat ik u zei vandaag, u moet uw deel doen. Dat is het. Dus ik wil bidden met u. Die zegt, ik wil een nieuw verhaal. Ik wil een nieuw verhaal. En u gaat tegen de Heere Jezus zeggen. Zoals deze man riep Jezus. Jezus, gedenk u mijner in uw koninkrijk. U gaat zeggen, Jezus, als het waar is wat deze pastor predikt. Als het waar is dat u bestaat. Als het waar is dat u levens kan veranderen. Dan hier ben ik, verander mijn leven. Ik geef mijn leven aan u. En als u mijn leven verandert, ik ga u dienen. Als u mijn leven verandert, ik ga niemand anders dienen. Ik ga u dienen. Als u mij geneest, ik ga u dienen. Hij zal u genezen. Als u mij vergeeft, ik ga u dienen. Hij zal u vergeven. Als u mij nieuw leven geeft, dan ga ik mijzelf van u geven. Hij zal u nieuw leven geven. Als u zegt eerlijk in uw gebed tegen hem, als u mij bevrijdt van de vloeken, van de depressie, deze zelfmoordgedachten, van de verslavingen. U probeert te stoppen met een verslaving, maar het is nu tot nu niet gelukt. Maar vraag hem, red mij, bevrijd mij, red mij. Als u mij redt, als het waar is, dan ga ik u dienen. Hij zal u redden. Bent u ready voor dit gebed? Dan sta op daar waar u bent en laten wij bidden. Sluit uw ogen alsjeblieft. Heer, u bent El Elohim. Daarom kom ik tot u. Hier u bent de Elohim. Ik aanbied u.
my Heere Jezus. Nu dit gebed is niet alleen een gebed. Dit gebed is voor velen een uitdaging. Dit gebed is voor velen alles of niets. Als u bestaat, Heer, en u bestaat, ik weet dat. Ik praat zo omdat er zijn mensen die niet weten, maar ik weet dat u bestaat. U heeft mijn leven veranderd. Maar deze persoon die nog niet weet, kan zo praten. Als u bestaat, laat mij zien. Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent. Als het waar is dat uw levens kan veranderen, dan verander mijn leven. Hier, nu. Haal weg deze pijn, deze ziekte, dit verdriet van mijn hart. De depressie, de verslavingen. En ik ga u dienen. Vergeef mij mijn fouten, mijn zonden. Mijn leven geef ik aan u. U kunt met hem praten. Ga door. Ik laat u nu alleen met hem. Ik laat u praten met God. In de naam van Jezus. En hij komt uw leven veranderen. Praat met hem. Ga door en doe uw eigen gebed. Beste vriend, laat hij weten, Heere Jezus, verander mijn verhaal, verander mijn leven. Hoe kan ik leven zonder u? Hoe kan ik bestaan zonder u? Als het waar is deze preek, als het waar is dat uw levens kan veranderen, de getuigenissen, de preek, als het waar is, verander mijn leven, mijn God, want ik heb u nodig. Vraag hem uw leven, uw verhaal te veranderen. Zeg tegen hem, het is alles of niets. Verander mijn leven en ik zal u dienen. Verander mijn verhaal en ik geef mijn leven aan u. U kunt met hem praten. Ga door. Doe uw gebed. Maar doe met geloof. Wacht niet alleen op mij. U bent niet van mij afhankelijk. U bent afhankelijk van u. Uw geloof en van God. Dan praat met hem. Alleen God weet wat ik voel. Alleen God kent heel mijn leven.
God alleen kent mijn verleden en wat ik voel op dit moment. Alleen God weet hoeveel ik hou. Alleen God kent heel mijn hart. En wat velen niet doorhebben, is bekend voor God alleen. Alleen God weet en ziet alles wat ik meemaak. En hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen, net als vlammen, geven licht aan al mijn dagen. Mijn problemen zijn al bekend voor hem, hij weet alles. Alleen God weet van mijn strijd en hoe zwaar mijn kruis is. De Heer luistert naar mijn klachten, naar de zegen leidt hij mij. Alleen God weet wat ik verwacht van zijn liefde en zijn macht. Want hetgeen dat ik het meest wil, is hem dienen voor altijd. Alleen God weet en ziet alles wat ik meemaak. En hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen, net als vlammen, geven licht aan al mijn dagen. Mijn problemen zijn al bekend voor hem, hij weet alles. Alleen God weet en ziet alles wat ik meemaak. En hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen, net als vlammen, geven licht aan al mijn dagen. Mijn problemen zijn al bekend voor hem, hij weet alles. Thank you.
Word op dit moment vergeven, beste vriend. Word op dit moment gewassen. Van al uw fouten, van al uw zonden, word vergeven door God. In de naam van de Heer Jezus. Ah, Vader, vergeef. Vergeef deze persoon die wil een nieuw verhaal hebben. Die wil een nieuw leven beginnen. Geef deze persoon uw geest, uw aanwezigheid. Zodat deze persoon echt een nieuw verhaal kan hebben. Bestraf, mijn Vader, al het kwaad. Alle boze geesten van duisternis. In het hoofd, in het denken van deze mensen. Daar waar u bent, beste vriend. Leg uw beide handen op uw hoofd. Leg uw handen daar op uw hoofd of uw voorhoofd. En in de naam van Jezus, wij bestraffen alle negatieve gedachten, alle negatieve ideeën. Zeg met mij mee, in de naam van Jezus, alle slechte gedachten, alle slechte ideeën, gooi ze weg nu. Zeg, ga weg in Jezus' naam en kom nooit meer terug. Ah, mijn Vader, omhels uw volk. Omhels deze persoon die gelooft. Omhels deze persoon die wil u dienen. U weet wie hij is. U weet wie ze is. U weet van deze persoon die wil vergeven worden. U weet van deze persoon die wil nieuw leven hebben. U weet van deze persoon die wil meer. Meer dan een genezing. Meer dan een bevrijding. Meer dan een zegen. Deze persoon wil u. U hebben in zijn leven. Dan kom, openbaar uzelf aan deze manier, aan deze mevrouw, aan deze jonge dame. Openbaar uzelf. Laat deze persoon weten wie u bent. Laat uw glorie komen en wonen binnen deze persoon. Geef deze persoon de vrede, uw vrede. De vrede, doordat deze persoon weet, oh, zijn zonden zijn vergeven. Halleluja. Dank u, mijn Vader. Dank u, mijn Heer, dat u ons accepteert, dat u ons vergeeft. Neem onze levens en neem onze harten in uw handen. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En in ieder die gelooft, zegt dan, amen, amen. God zij dank, beste vriend. Kijk, nog iets dient u te doen voor een nieuw verhaal. Jezus zei, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Dan ik wil u uitnodigen om gedoopt te worden deze week in de kerk. Maakt niet uit welke dag, maakt niet uit in welke filiaal het zou zijn, onze hoofdkerk of een van de filialen. U gaat naar de pastor toe gaan en zeggen, pastor, ik wil mijn leven geven in Jezus. Ik kom mijn leven geven. Ik wil nieuw leven hebben. Ik wil mij laten dopen om mijn verleden te begraven en mijn leven aan Jezus te geven. Oké? Neem uw plaats alsjeblieft. En u gaat... U die gelooft, u offerende van geloof voorbereiden. Niemand is verplicht, maar u gaat voorbereiden en geven aan God. Je kunt geven via de bank. Je kunt geven via MoPay-app, de code te scannen. Als u MoPay-app heeft, je kunt alvast het openen, die app openen op uw mobiel. Ook als u de app heeft van Unifi5Pay, je kunt openen, klaarmaken om... de code te scannen. Je kunt ook wat u wilt aan God geven apart zetten. Het is alsof u al geeft. Het is al apart, mijn Heer. En wanneer ik naar de kerk ga, ga ik het leggen op uw altaar. Dan doe met geloof. God zal u zegenen. Wist u dat u Gods werk kunt ondersteunen door internetbankieren? U kunt uw eerstelingen en offerandes overmaken ten name van Stichting Universele Kerk van Gods Rijk met rekeningnummer 20682 4811
voor donaties in SRD. Ook vanuit het buitenland kunt u gerust doneren. Vergeet niet om de SWIFT-code daarvoor te gebruiken. Ook via de MoPay-app kunt u offerandes geven. U hoeft alleen de code met het door u gekozen bedrag te scannen. Ook voor de Uni5P-gebruikers bestaat de mogelijkheid om uw offerandes te doneren. De Heere Jezus zei, geef en u zal gegeven worden. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. De Heer is mijn bewaarder, de schaduw aan mijn rechterhand. Hij zal mijn ziel bewaren, mij beschermen tegen het kwaad. Mijn ingang zal hij bewaren en ook mijn uitgang, vanaf vandaag en voor altijd. Volgende week zondag zullen wij de families consacreren. En u wil dat u en uw familie de consacratie zou ontvangen. U zult samenkomen in de kerk en de consacratie ontvangen. In onze hoofdkerk hebben wij de dienst op zondag 6:30 in de ochtend. Daarna 8:00, 10:00 en ook 12:00. En u zult komen met uw familie de consacratie ontvangen. En u die zegt, pastor, ik kan nog niet komen. Ik ben ziek, ik ben in quarantaine, ik kan nog niet komen. Ik ben bedliggerend en ik kan niet naar de kerk komen. Dan roep uw familie bijeen om de dienst samen met u te volgen. Bereid een olie. En dan wij zullen uw olie zegenen en u gaat uw familie zalven, consacreren. Maar wij zullen dit gebed doen voor uw familie. Ik wil tegen de mensen zeggen, die kijken naar de dienst vanuit Albina, die kijken naar de dienst vanuit Mungo, vanuit Nikeri, vanuit Koroni, Brokopondo, waar u bent, ver van ons Paramaribo. Maar u zegt, een keer ga ik naar de kerk. Ik wil een keer daar komen. Ik wil een keer de kerk bezoeken. Kom! Ik wacht op u. Wanneer u komt, u kunt naar mij vragen. Het zou voor mij een plezier zijn u te mogen verwelkomen in de Universele Kerk. Oké? Wij gaan ons laatste gebed doen. Sta op. Als uw familie daar bij u is, roep ze bijeen. Geef de handen met elkaar en laten wij bidden. Sluit uw ogen, alsjeblieft. Mijn God en mijn Vader, ik bid voor de families op dit moment. Volgende week zullen wij de families consacreren. Dus ik nodig ze uit om in uw huis te zijn. Mijn Vader, maar nu wil ik u vragen, vrede. Breng uw vrede in het huis van deze persoon. Breng uw kracht in het huis van deze persoon. Vrede, harmonie, de liefde. Wij bidden voor alle families van Suriname.
Ik bid voor de familie van de presidenten, van de vice-presidenten, van de ministers, mijn vader, van de assembleeleden. Ik bid voor de autoriteiten in Suriname. Laat mijn vader ze je begeleiding krijgen, zodat ze weten hoe Suriname te besturen naar een hoopvolle toekomst. Ik zegen uw volk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heere, uw God, Hij zegene u en behoede u. De Heere doe zijn een gezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn een gezicht over u en geeft u vrede, vandaag, morgen en altijd. Amen. God zij dank. En fijner dan nog, dat God u zegene. Stop met lijden. Kisei namalusu. U hoeft niet meer te lijden. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Masa Jezus itaki, tate suku yofini. Als u uw deel doet, dan zal God zijn deel doen. Kom God zoeken in de universele kerk. Aki a universeel keiki milei feti en milei gebruik mi bibi. A kerki opo aladei. Unu e wachti you. Beslis vandaag nog een stap te nemen richting God. Bezoek onze hoofdkerk aan het Neumannpad 26. Ook de filialen te Tourtonne, Copernicusstraat 155. Lelydorp, Indira Gandhiweg 490. Nieuw Nikeri, Durgamol 7. Flora, Matanshooplaan 9. Kommewijnen, Pandit Moorliweg 786. Welgelegen, Antonstraat 26. Kwarasan, Wayamboweg 111. Latour, Koesewijnenstraat 47. Akaribo, Sir Winston Churchillweg 1411. Bel of app onze telefoonnummer 855-5519. De dienst vandaag wordt gesponsord door Jurgen's Kitchen, waar u terecht bent voor bollen, cake, snacks en meer. Voor bestellingen kunt u bellen of WhatsAppen op 86-22-520. Ook te volgen via Facebook Jurgen's Berliner Bollen.